Planteigen afweer. Hier is veel aandacht voor. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Wat is een weerbare plant of een weerbaar gewas? En hoe wordt een plant weerbaar? Wat doet die plant daar zelf in en wat kunt u als kweker bijdragen om uw gewas weerbaar te krijgen en te houden? We vragen het Alwin Scholten, oprichter en eigenaar van Plantosis. Dat heeft alles te maken met planteigen afweer. Planteigen afweer is een systeem van 3 afweerroutes in een plant die elkaar ondersteunen en die wij met onze biostimulanten helpen sterker te maken, meer te activeren. Daardoor hebben planten buiten minder last van bijvoorbeeld het weer, hagel, vorst, minder vorstschade, minder droogtestress en hier binnen in de kas minder last van te veel instraling. En die systemen die ondersteunen wij met biostimulanten. Die kunnen worden meegegeven, met, zoals hier gebeurt op deze locatie, met voedingswater vanuit de mestbakken. Wordt opgenomen door wortels en door bladeren. En het zijn systemische producten. Dus opgenomen door de wortel komen ze ook uiteindelijk in het blad terecht. Planten zijn biostimulanten, zorgen voor een betere wortelontwikkeling. Een goede wortelontwikeling zorgt ervoor dat de plant makkelijker water en nutriënten op kan nemen. Nodig om een weerbare plant te maken. Vitaal gewas wat minder sterk reageert in geval van stress. Plantensis heeft ook EG meststoffen. Meststoffen op basis van bijvoorbeeld calcium, koper, mangaan en zink. En deze elementen zijn direct of indirect nodig voor de aanmaak van fytoplasten, protoplasten, onder andere chlorofielkorrels. En een plant met meer chlorofielkorrels heeft meer assimilatie, dus aanmaak van meer suikers. En deze suikers zijn weer nodig om ook inderdaad de energie te hebben om te reageren als er een situatie is van buitenaf, een stresssituatie. Te reageren met de aanmaak van eiwitten, ook afweereiwitten. Afweereiwitten die op dat moment die plant ondersteunen in zijn weerbaarheid. Betere, robuustere gewassen met minder stress. Vandaag zijn we te gast bij een aardbeienteler. Hier wil ik u graag laten zien dat je met biostimulanten een mooi, goed, gezond gewas kunt telen. Met vooral lekkere, gezonde aardbeien. Begin vooral vroeg in de teelt met het toepassen al, zodat u vanaf het begin deze plantweerbaarheid aan het verhogen bent. Dan kunt u met minder gewasbeschermingsmiddelen een gewas telen, zonder te veel aan werkzame stoffen, maar wel met een stevige aardbei, zonder drukplekken en een goed uitstalleven. Zo zien we in de praktijk dat het heel goed werkt om treeplanten voor het uitplanten te dompelen in Agressie Plus. 1 liter op 500 liter water, 15 minuten dompelen en daarna uitplanten. De planten wortelen beter door, u krijgt een homogene gewas en minder problemen met uitval. En vooral bij deze Morning Centenary is dat een aardig goed voordeel. De ingrediënten van Agressie Plus zijn wilgenbarstextract, silicium en colloïdaal zilver. Uit onderzoek van Delphi blijkt dat het dompelen van treeplanten goed werkt voor zowel junidragers als doordragers. Naast Agressie Plus adviseren we u om celdesje puur mee te druppelen. Gewoon vanuit de mestbak, 1 liter per hectare per week. Om ook tijdens de productieperiode uw gewas gezond, vitaal en robuust te houden. Met een goede, gezonde wortel en een mooi groen blad. Dit komt omdat wilgenbarstextract in celdesje puur de planteigen afweer van de plant ondersteunt. De plant kan dan sneller afweereiwitten maken, zodat het gewas gezond blijft, wortel gezond blijft. En deze plant zijn mooie vruchten kan blijven dragen. Uit onderzoek van Delphi blijkt dat Salicylic Pur bij junidragers zwaarder vruchten geeft. En dat Nutricin bij doordragers meer bloemen laat aanmaken en dus ook meer vruchten laat uitgroeien. Vruchten van dezelfde kwaliteit als de planten die niet behandeld zijn. Dus gewoon meer productie. Salicylic Pur en Nutricin staan op de SCAL inputlijst. Ze mogen daarom gebruikt worden in biologische teelten. Wilt u nu meer weten over deze aanpak en ook van die mooie, gezonde aardbeien telen? Neem contact met ons op. We helpen u graag verder. Onze gegevens vindt u op onze website, op de pagina contact. Daar vindt u de adviseur voor uw regio.